Yo mensen van VIP Wachtwoord, welkom weer terug bij een nieuwe video eigenlijk. Na jaren weg geweest te zijn. Wow, wat een lekkere zin. Begint goed, Nienke. Articulatie. Ja, Nienke is weer van de partij. Hey Nien. Ik ben nooit weg geweest. Dat is inderdaad helemaal zo. En we hebben nog een gast, namelijk Zoe Appenstraat. Ja. En we hadden het net even voor de uitzending over, dat toch even kort waar die naam vandaan komt. Mijn vader is dyslexie en hij had voor mij Minecraft gekocht, een paar jaar terug. En in plaats van dat hij gewoon Appenstraat had neergezet, kwam deze naam eruit. Heel origineel. Appenstraat, ja, ik vind hem ook echt heel origineel, maar goed hè, we zijn nou eenmaal gewoon origineel. Waar zijn we nu, Nienke? Vertel eens even, waar zijn we nu? We zijn in het gouden oude Tulas kasteel. Ja, het gouden oude Tulas kasteel. Het is wel heel anders geworden. Er zijn een paar, in dit stukje zijn er maar een paar kleine veranderingen. Zoals die muur, hier een klein hokje en de trap is één naar links. Mm-hmm. En de Jill's weg. Ja, precies. Maar dat zijn de kleine veranderingen hier, maar verder... Ook heel veel veranderingen in Tulas. Ja, laten we daar zo even over hebben. Want de reden dat ik deze aflevering maak is eigenlijk een beetje ter kick-off van de serie Story of Tulas. En ook weer eigenlijk een beetje de heropstarting van dit kanaal. Want Story of Tulas was eigenlijk wel een grote hit op het kanaal. En we gaan het dus nu weer opnieuw oppakken met een nieuw team. Ik heb de naam van dit kanaal ook veranderd van Game Videos van Team VIP. Naar iets nieuws. En ja, wat dat is, dat kun je zo meteen hieronder natuurlijk gewoon zien. Daarom heb ik jullie maar even mensen van VIP Wachtwoord genoemd. En niet meer van Team VIP. Want we hebben toen al destijds een keertje in seizoen 2... hebben we één aflevering opgenomen met het toenmalige Team VIP. En daarna is het eigenlijk nooit meer wat van gekomen. We raakten de server kwijt. Spelers hadden het druk gekregen. Het voormalige Team VIP, dat is er niet meer. Dus daarom vind ik het ook wel een beetje, daarom noem ik het ook niet meer Team VIP. Maar we hebben gewoon een nieuw team nu bij elkaar geraapt. We hebben dankzij Jeremy de server weer terug gekregen. En daarom hebben we bedacht, weet je wat jongens, we gaan ons succesnummer Story of Tulas weer opstarten. Met een nieuwe formatie. En daar is dus ook Zoe bij gekomen, want jij bent nog niet bekend op dit kanaal. Zoe, let's get into formation. Ja, so. Ja. Vertel eens even Zoe, wie ben je, wat speel je hier in de serie? Nou, ik heet op deze serie Amira. Ik ben een weggelopen prinses van Alora, want ik had een hele heftige ruzie met mijn vader. Oh. En tijdens mijn reis weg van Alora, weg van mijn oude leven, kwam ik deze schat op dat tegen. Hallo cutie. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje waar seizoen 1 had moeten eindigen. Maar dat is dus ook destijds in seizoen 1 met de server crash er niet meer van gekomen. Dus het heeft allemaal lekkere... Kijk, ik heb het ook al met Nienke. Dit is volgens mij, dit kasteel hebben wij volgens mij vaker gebouwd. Dan we ons eigenlijk durven voor te stellen. Volgens mij hebben we dit kasteel 4 of 5 keer opnieuw moeten bouwen. Ik durf te wedden dat als we hem nu opnieuw zouden bouwen, dat we het in één keer zo zouden terug kunnen bouwen. Inmiddels wel, maar omdat komt dat het, wij kunnen het haast dromen zo'n beetje nu inmiddels. Maar inderdaad, je zal in het begin van aflevering 1 van seizoen 2, dus die gaan we opnieuw maken, gaan we opnieuw uploaden. En dan zul je ook zien hoe Nienke bij Amira is gekomen en natuurlijk ook andersom. Dit is een beetje de kick-off... aflevering om jullie weer een beetje hyped te maken voor deze serie. En laten we ook maar eens even gaan kijken naar de veranderingen in Tulas die er zijn. Want inmiddels hebben we al wat opnames gemaakt van het nieuwe seizoen. En het is, zoals je kan zien, is het heel anders geworden. Er staan daarboven allemaal NPC's op het dak. Maar, we hebben gewoon langzaam geleerd om te kunnen bouwen. Precies. Dus we hebben ervoor gekozen om vele delen van het Tulas kasteel ook in zijn oude glorie te laten. Dus wat foutjes, dat is nog steeds wel hetzelfde. Maar we hebben ook geleerd om te bouwen. En dat merk je ook wel terug in eigenlijk heel Tulas. Ja, en daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. Want, ik heb deze lavastroom helemaal nog niet gezien. Die is te nieuw bij. Die had ik nog helemaal niet gezien. Sinds de laatste keer dat we hier waren. Maar dat komt natuurlijk uit oude Team VIP. Er zijn natuurlijk ook nog wel mensen van overgebleven. Nienke is niet de enige die er nog is. Want we hebben natuurlijk nog Dries en Damien. Ook wel oude bekenden. En natuurlijk ook Tim, Wessel, Jeremy. En daar had ik het net natuurlijk allemaal over. En dat zijn gewoon ontzettend goede bouwers.
En ik ben ook echt heel erg blij met ze dat ze eigenlijk dit met z'n allen hier op poten hebben gezet. En dit is niet het enige wat ze hier gebouwd hebben, want we hebben te maken met een aantal bekende provincies eigenlijk in deze serie. Namelijk Eldaria en Tulas, hè? Dat is wel zo bekend. Daarachter zie je Eldaria en de brand staan trouwens. Een beetje half gerenderd. Maar we hebben natuurlijk ook te maken nu met Sarben. Dat is een redelijk nieuwe provincie die nog niet bekend is. En Alora, daar hebben we het in seizoen 1 ook al over gehad. Die is er nu ook. Dus ja, maar die is ook wel heel anders geworden, Henny. Dat is ook een heel flink bouwproject geweest. Daar heeft Damien zich helemaal over ontfermd. In een volgende aflevering van Meet Behind the Voice. Inderdaad. Ja, het is zo. We gaan deze serie gaan we naast de gebruikelijke Story of Tula serie... gaan we deze ook doen. Dus we hebben dus eigenlijk een soort van aftertalk-achtig serie. Het is niet echt een aftertalk, maar meer een soort van meet the cast. Ik weet niet hoe ik het goed kan noemen. Tuurdrankje. Ja, precies. Oh ja, dit is ons café. Die heeft Damien ook gebouwd trouwens. Hij kan heel goed bouwen. Maar in ieder geval, deze serie gaan we ernaast doen. En ook komt er elke vrijdag vanaf nu om 8 uur een nieuwe aflevering van Story of Tulas seizoen 2 online. En dat is dan de roleplay-serie. En tussendoor zal ik gewoon proberen zoveel mogelijk duo's uit te nodigen om wat te komen vertellen over de serie. En dank je, Nien, voor dit awkward potion. Je bent ook echt heel ongemakkelijk, dus dat is dat komt helemaal goed. Remco is ook online trouwens op de server, had ik nog niet gezien. Maar Remco is onze nieuwe commandant. Hem zullen jullie ook nog wel ontmoeten in de serie verder. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje voor de kick-off aflevering. Ik hoop dat ik jullie een beetje enthousiast heb kunnen maken voor deze nieuwe roleplay-serie. Het gaat best wel tof worden. We hebben ook heel erg veel geleerd van de feedback die we hebben ontvangen van seizoen 1. En van van de ene aflevering van seizoen 2 die we ooit hebben geüpload. Dus we gaan nu gewoon de serie weer opnieuw beginnen. En we hopen natuurlijk gewoon dat we het tot seizoen 3 uit kunnen rekken. En misschien nog wel verder. Dus, iemand heeft hier een sign geplaatst. Hoi. Oké, okay, die halen we even weg. Ja, dat zijn allemaal... kijk, dat is ook even een... mensen die spelen hier op de server. Dit is een beperkte whitelist. En die trollen nogal eens. Dus af en toe zie je ook eens wat Easter eggs. En ja, daarom hebben wij ook af en toe sommige takes... die we 100 keer moeten opnemen. Omdat we altijd weer Easter eggs vinden. Ja, Remco die... die werkt het. Dus ja, dat soort dingen. Dus, goed. In ieder geval... Dat is even voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat ik jullie ook weer enthousiast heb gekregen voor de Story of Tulas serie. En aanstaande vrijdag 8 uur komt aflevering 1 van seizoen 2 online. Dus stay tuned. En de volgende keer hebben we weer een ander duo hier te gast in onze talkshow. De nieuwe duo Penotties. Ja, de nieuwe duo Penotties. Ja, precies. Dames, bedankt voor het voor de join aan deze video. En tot de volgende keer. Doei, later.